De boogschutter. Boogschutters die hebben ook een grote arcana kaart en dat is de matigheid. En het is voor de boogschutters echt ontzettend van belang om weer in balans te komen. Kijk, we hebben allemaal natuurlijk het nodige achter onze kiezen, hè, met alles wat er in de wereld is gebeurd en wat er nog allemaal staat te gebeuren. Alleen de boogschutter kan de neiging hebben gehad de afgelopen maanden en misschien deze zomer ook nog om de lat veel te hoog te leggen. Om veel te veel hooi op hun vork te nemen. Kijk, ieder sterrenbeeld heeft natuurlijk zijn valkuilen. En de boogschutter heeft altijd de valkuil, of vaak de valkuil, om heel veel te willen, over heel veel dingen enthousiast te worden, heel veel dingen naar zich toe wil trekken en daardoor dus veel te veel hooi op de vork neemt. En ja, daar kun je dus last van gaan krijgen. Dat hou je namelijk niet vol. Dus ben jij een boogschutter, ascendant boogschutter of maan een boogschutter en ben je al een hele tijd moe? Of heb je een kort lontje dat je snel geïrriteerd bent? Ja, dat is een teken dat je te veel van jezelf gevergd hebt. En deze kaart vraagt je echt deze zomer om te ontspannen, tot rust te komen. Eigenlijk zo min mogelijk te doen en te moeten en het liefst eigenlijk zoveel mogelijk vrij te nemen, zodat je weer in balans kan komen. Dat je weer tot jezelf kunt komen, dat je uit kunt rusten, dat je, ja, ik kan het niet anders omschrijven, de batterij weer oplaat. Het is heel erg belangrijk, ook voor je gezondheid, hè? Want veel boogschutters zijn gewoon fit en die kunnen energiek heel veel aan, die zijn fysiek vaak ook heel sterk. Maar ook jullie hebben een limiet, hè? Ook bij jullie zit er een eindpunt aan. En ja, dan lijkt het deze zomer toch wel aan toe te komen. Dus ja, ben lief voor jezelf. Eis niet zoveel van jezelf. En gun jezelf deze zomer rust. Je ziet ook de engel hierop staan. Dat wil ook zeggen, bescherm jezelf. Zoals de lichtwereld ons ook beschermt. Bescherm ook jezelf. Bescherm je gezondheid. En hoe kun je dat ook doen? Door vooral niet te veel te plannen, niet te veel af te spreken, vooral wanneer je vrij bent. Maar juist eens per dag te kijken van waar heb ik zin in, waar heb ik behoefte aan. Want misschien heb je iets al over drie weken afgesproken en dan lijkt jou dat nu ontzettend leuk. Maar dan is die dag aangebroken en dan denk je, oh, ik ben eigenlijk zo moe of het is zo prachtig weer. Ik ga vandaag liever sporten of een dagje weg of op het terrasje zitten. En dan zit je met die afspraak en dan is het heel vervelend om die af te zeggen of je gaat er met tegenzin naartoe. En dat is ook natuurlijk niet leuk. Dus probeer niet te veel te plannen. Want je weet niet hoe je je over 3 weken voelt. Hè? Of over 2 weken of morgen bewijzen van. Dus probeer wat meer met de dag te leven. Wat meer in het hier en nu te leven. En te voelen waar je lichamelijk, emotioneel, fysiek, psychisch, spiritueel behoefte aan hebt. Maar wat heel erg kan werken, helpen hierbij, is ook weer meditatie. Is natuurlijk voor iedereen goed, maar de boogschutter wordt dat zeker ook aangeraden deze zomer. Of mindfulness, of yoga, dat je met lichte, zachte bewegingen jezelf ook tot rust kunt brengen. Maar ook alleen wandelen, alleen fietsen, dat je echt verbinding kunt maken met de natuur. Dat zijn voor jou allemaal hele goede methodes om tot rust te komen. Maar ook een boekje lezen in de schaduw. Lekker zwemmen. Het maakt eigenlijk niet uit. Als je maar iets doet waardoor je tot rust komt. En wat vaker alleen zijn. Want je hebt ook de neiging om altijd maar mensen op te zoeken. Of af te spreken met mensen. Of mensen om je heen te hebben. Neem ook de tijd voor jezelf. Want ook dat heb je heel hard nodig. Dus ik denk dat die boodschap wel heel erg duidelijk is. En het is natuurlijk weer aan jou, lieve boogschutter, of je daar wat mee gaat doen. Kijken welk inspiratiekaartje als aanvulling is. Ik neem mezelf vandaag niet zo serieus. Precies. Dat is een hele mooie aanvullende kaart. Neem het leven ook niet altijd zo serieus. Geniet juist. Ontspan. Maak niet overal een drama van. Hè? Als je een keer iets moet afzeggen of je hebt ergens niet zo'n zin in, dan is dat echt geen ramp. Dat mag gewoon een keer. Je bent ook maar een mens, net zoals wij allemaal. Dus neem het niet te serieus, relativeer.
En take it easy. Ja, het is. Ja, ik moet dan aan die quotes van die stonden vroeger heel veel op social media denken. Van keep calm en dan stond er iets onder. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de vibe die bij de boogschutter hoort. Keep calm en ja, relax. En ja, daar gaat het gewoon om. En maak het allemaal niet te zwaar en te serieus.